De Nationale Assemblée is gisteren voor de laatste keer bijeengekomen om te vergaderen. Alle politieke fracties hebben een lid afgevaardigd om een terugblik en toekomstperspectieven te delen met de samenleving. BEP-parlementariër Ronnie Assabina heeft de regering gevraagd met man en macht te werken om de grote lading aan hoop bij het volk tot een feit te maken. NPS-parlementariër Ivanildo Plein sprak de hoop uit dat het jaar 2022 het jaar van het volk wordt met vooral veel goede perspectieven. Het nu bijna afgelopen jaar 2021 was een zeer turbulente te noemen, toch zijn we er bijna door. De NPS-fractie blijft positief en gaat ook 2022 positief tegemoet. Aan allen vraag ik namens de fractie voorzichtig te zijn bij het afschieten van vuurwerk en houdt u zich aan de COVID-regels. Dat geldt ook voor ons allen als parlementsleden, leden van de Raad van Ministers, de president en de vicepresident, allen in voorbeeldfuncties. En specifiek aan de regering via uw voorzitter, neemt u uw verantwoordelijkheid in de hand om het voorbeeld te zijn en het volk te beschermen, zeker de komende tijd. NDP-vertegenwoordiger Ashwin Adin blikte vooral terug op de financieel-economische crisis die voor wat rakenklappen heeft gezorgd in de zakken van elk individu. Voor 2022 moet er meer aandacht worden geschonken aan wetenschap en waarde. ABOP-parlementslid Miquela Sumar Huur zegt dat er veel werk aan de winkel is ten behoeve van de heropbouw van de economie. We hebben een uitdagend jaar achter de rug. Een jaar waarbij wij ups en downs hadden. Maar we komen in een nieuw jaar terecht vol zegeningen en we weten dat we gaan voor het beste. Ik wens nogmaals aan ieder een gezegend nieuwjaar. Hou het gezellig, maar wees voorzichtig. Koester elk moment dat u hebt met uw geliefden, want we leven in een tijd van COVID. Maar koester elk moment dat je bezig bent met jouw geliefden. De mensen van ons in het binnenland, ook voor jullie, yayo yay, yalio yali, een gezegend 2022. Mahinder Jogi, die namens de VHP het woord voerde, zei dat hij geloof heeft in het geduld en doorzettingsvermogen van het volk. Hij stelt dat een ieder de schouders onder het werk moet zetten en met veel wijsheid en tact het nieuwjaar in moet gaan. Parlementsvoorzitter Marinus B. stelt dat er sprake was van een zeer turbulente 2021, waar er veerkracht is getoond in vele aspecten. Hij voorspelt dat 2022 geen makkelijk jaar zal zijn, maar attendeerde het geheel parlement erop om haar rol in te nemen en op te komen voor het volk.